wordt in het leven doodgeslagen. Met allerlei advies en goede raad. Dieet, gezondheid, fitness, levensvragen, een ander dom gedoe en loos gepraat. Conversatie, ach, niet zo hoogdravend. Humor dan, gaat ook maar tegenstaan. Van de vroege ochtend tot de late avond heb ik maar één zorg. Wat trek ik aan? Luister, luister, ijdeltuiten. Echte schoonheid zit van buiten. Ja, en streepjes, nopjes, ruit en pied de poel. Laat het schitteren en stralen, om er alles uit te halen. En dat is in haar geval nogal een moe. Loop ik in een lapvitrage, dan wordt dat door haar een rage. Van Kadesh tot Thebe tot aan Assuan. Dus ik zweer het bij de goden, liever dood dan uit de mode. Weet je, kleding is gewoon mijn pakkie aan. Mijn lieve moeder, die heeft, wat u net zag, überhaupt sowieso al die kleding genaaid de afgelopen 10 jaar, die u over de rode loper zag. Inclusief deze jurk. Hij is ongeveer van 5 jaar geleden, geloof ik. Hij past nog. Yes. Lieve mama. Ja, je had het gelukkig niet hoor. Maar ik moet ook zeggen, het ontstond echt spontaan. Rissa zei, ik wil wel een liedje zingen. Toen dacht ik, oh, nou in dat geval. En toen dacht ik aan al die kleding die je altijd maakt en alles wat je voor het kamp doet. Dus vandaar dat dit idee ontstond. En ik wil je gewoon heel erg bedanken voor de afgelopen 10 jaar. En voor alles wat je voor My Dreams betekent. Oh.